Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Van mensen krijg ik steeds vaker de vraag, hoe bouw je nou eigenlijk een bedrijf op? En een vraag die ik graag wil terugkoppelen aan iedereen die hiermee bezig is of die worstelt met deze vraag is, hoe bouw je een stabiel eigen bedrijf op? Dat vind ik nog belangrijk. Je kunt wel een paar opdrachtgevers hebben. Maar een opdrachtgever kan ook op de een of andere manier, hè, op het moment dat het wat minder gaat, afzeggen. Hè, dat je die niet meer hebt. Stel je voor, je hebt twee opdrachtgevers en de een zegt af. Dan mis je dus opeens 50% van je loon. Dat gaat iets doen met je mentale gedachten. Dat gaat iets doen met, maar nu moet ik heel snel dus iets anders vinden. En als je die gedachten gaat krijgen, dan kom je alweer in zo'n hurry-up mode. In zo'n ratrace mode. En dan ga je eigenlijk geen rust meer vinden. Dus wat je wilt, wat ik je aanraad, is om een stabiel eigen bedrijf te creëren. Heb je dat op dit moment niet, probeer dat ernaast op te bouwen. Daarom, bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk met passief inkomen. Dat is een manier om dat te gaan doen. Het kan ook met maandelijkse terugkerende inkomsten, waar je zelf misschien nog wel iets aan moet doen. Een voorbeeld is natuurlijk mezelf, waarin ik werk met het VIP coachingsprogramma. En dat is een programma waarin mensen een maandelijkse betaling doen om toegang te krijgen tot al mijn content met video's, programma's, online cursussen. En ook nog de chatfunctie waarin je kunt sparren met andere mensen bijvoorbeeld. Dat soort dingen, wat daar allemaal in zit, dat kun je bijvoorbeeld ook doen. En hoe meer dat uiteindelijk wordt, hoe meer natuurlijk je maandelijkse inkomsten zijn. En zegt er dan bijvoorbeeld iemand op, wat natuurlijk ook bij mijn programma gebeurt, dat iemand opzegt, dan voel je dat niet zo hard. Stel je hebt dan 100 leden en eentje zegt af, dan is 1% van je inkomsten weg en niet meteen 50% van je inkomsten. Dus probeer daarin een stabiliteit te creëren, waardoor je in staat bent om die buffers te hebben en dat je niet afhankelijk wordt van de klant. Dat is in feite wat er vaak gebeurt, dat we afhankelijk worden van 1 of 2 of misschien zelfs 3 klanten. En dat is precies wat je niet wilt. Uiteindelijk wil je dat het vanzelf gaat stromen. Dus mijn vraag zal eerder zijn aan jou van hoe kun je ervoor zorgen dat je een stabiel eigen bedrijf kunt oprichten. Kun je ook zo'n soort programma ontwikkelen wat ik bijvoorbeeld heb voor jouw business, voor jouw dienst. Of kun je misschien ervoor zorgen dat je op een andere manier passief inkomen gaat verdienen. Dat je een website kunt bouwen waar mensen op kunnen klikken en dat ze dan iets kopen en dat jij daar een commissie over vangt. Kun jij bepaalde ideeën ontwerpen en die juist gaan verkopen. Waar jij weer een commissie over ontvangt. Maar zo blijf je dus op een gegeven moment die maandelijkse inkomsten houden. En dan is eigenlijk alles wat je er daarna extra bij krijgt, dat is extra winst. En bij mij, ik krijg elke maand, even heel kort gezegd, meer leden erbij dan dat eraf gaan. Dus elke maand creëer ik meer extra geld op die manier. Dat is niet simpel gegaan. In het begin moet je daar ongelooflijk, maar dan ook echt ongelooflijk veel tijd in steken om dat goed voor elkaar te krijgen. En dat is waar mensen het meestal laten zitten, waarin we opgeven. Dus wil je een stabiel eigen bedrijf, dan zul je geduld moeten hebben. Dan moet je echt gericht zijn op de lange termijn. Ik geloof niet in die snelle resultaten. In coachingsgesprekken benoem ik dit ook altijd. Wil je die snelle resultaten, dan moet je niet bij mij wezen. Want dat gaat niet lukken. Dat gaat je gewoon niet lukken. Je hebt bepaalde gewoontes nodig die uiteindelijk gaan helpen om dat resultaat neer te zetten. En die gewoontes kosten tijd om te ontwikkelen en om daarmee bezig te zijn. Goed. Wil je dus een stabiel eigen bedrijf, dan is dat echt de focus. Ga kijken naar je maandinkomen in plaats van je jaarinkomen. Echt naar je maandinkomen. Dat geeft ook veel meer rust als je elke maand een bepaald bedrag kunt ontvangen. Op dit moment ben je misschien gestart met helemaal niks. Misschien heb je al een klein beetje iets lopen. Misschien heb je het al heel goed voor elkaar en wil je het nog groter maken. Dat kan allemaal. Maar ga dan dus weer kijken, welke kleine stap kan ik dan vandaag weer gaan zetten om dus weer iets meer inkomsten te gaan creëren voor mezelf. En als je dat elke dag dat stapje blijft zetten, en bijvoorbeeld elke dag er 1 euro erbij kan krijgen bij wijze van, dan zul je dus verbaasd staan hoeveel meer je over een jaar en over 2 en over 5 jaar kunt gaan verdienen. En als je dat grote plaatje kunt zien, dan ben je al halverwege. Ik wens jou heel veel succes met het starten van jouw eigen bedrijf, of het opbouwen van jouw eigen bedrijf, of het groeien van jouw eigen bedrijf, in welke fase je dan ook maar zit. Maar maandelijkse inkomsten kunnen ervoor zorgen dat je meer rust in je hoofd krijgt en ook echt een stabiel bedrijf kunt oprichten, wat niet meteen afhankelijk is van enkele klanten. En dat is uiteindelijk waar je naartoe wilt, zodat je echt kunt doen wat jij graag wilt doen. En dat is leven volgens jouw passie. Dit was hem voor vandaag. Ik hoop jou de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Denk groot, start klein.
Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.